Welkom bij aflevering nummer 18 van Nol Lol, de podcast. De leukste, de eerlijkste en de gezelligste podcast van de Jordaan. Mede mogelijk gemaakt door Café Nol, Amstel en Bacardi, zoals je hierachter kan zien. Deze keer ga ik met een echte Jordanees aan tafel zitten. De oudste misschien wel van de buurt. Dat is namelijk Henk de Oude. is schat. Hallo. Hoe is het? Ja, lekker. Heb je het naar je zin al? Ja Of vond je het erg lang duren, de opstart? Nee hoor. Nee, nee, dat niet. Ik woon vlakbij, dus... Uh... Je bent met je karretje gekomen, zag ik al. Ja. Die staat voor de deur. Je vertelde al even, als ik uh, tegenwoordig op stap ga, dan moet ik met mijn karretje. Maar ik heb het idee dat je dat altijd al hebt gedaan. Ja, meestal wel, ja. Ja? Kan je me er wat over vertellen, van het moment dat je hem hebt gekocht? Nou, ik was uh, ging twintig, twintig jaar geleden met een uh, vrouwtje om... Mm -hmm. En die had uh, iets van dat uh, straatvrees. En die had, uh, voordat ze mijn kon, had, had ze ook zo'n soort karretje. Al mijn merk dan. En, uh, nou ja, ik ging met erom. En toen heb ik hem eens een keertje mogen lenen. Ik denk, nou, dat is wel lekker zo'n ding. En nou, en toen heb ik ook zo'n ding genomen. En toen hebben we ze ingekocht. Gingen ingekocht? Ja, gingen we ze samen opknappen en weer verkopen. Oh, dus je hebt er nog geld aan verdiend, ook aan die kanthuis? Ja, ja, ook ja. Nou ja, toen waren er nog geen kanthuis. Toen was het anders. Maar ja, later nou ben je even wat ouder. En nu kan ik er niet meer van buiten. Want uh, Henk, jij hebt vorige week je verjaardag gevierd. Ja. Bij mijn vader in Café CT. Hoe oud ben je geworden? Tachtig. Och. Oh. <laughs> Tachtig, wat een leeftijd. Ja, ja. Voel je je ook tachtig? Nee, dat niet. Nee. Je moet er niet aan denken van. Uh, denk, oh, morgen lig ik misschien al dood. Nee, dat moet je niet denken. Dat maar moet je niet. Ik heb het idee dat jij dat nooit denkt. Nou, je was een beetje ziek laatst. Ja, ja. Eh, ik heb een uh, paar jaar geleden. kreeg ik het benauwd. Toen ben ik naar het ziekenhuis. heb ik vier dagen in het ziekenhuis gelegen. Nou, nou heb ik pilletjes allemaal, dat is dan voor het hart. En uh, nu loop ik weer te kampen met, uh, met, met Magal. Hebben ze veel uh, een piece gemaakt. En nu krijg ik een oproep voor uh, de Magal weg wordt gehaald. Nou ja, laat ze het er maar uithalen. Ik toe. heb van alles. Ik heb, ik heb hier een scheve vinger, die moet recht. Kijk. Kan die niet recht? Nee, die is geopereerd. Die stond ook zo. En nam ik het weer met die. Ik heb dit nog nooit gezien. Kijk, dat komt door die, door die pees. Dat moeten ze doorsnijden en dan zetten ze hem weer recht. Maar nou, van die vinger is wel gedaan. Maar nou, van deze vinger, kijk, komt er hier ook al weer een bij. Oh ja, ik zie het. En nou. denk jij dat dat komt door je ouderdom of door je bokscarrière van vroeger? Nee, ouderdom. Ja? Want je hebt gebokst vroeger. Kan je ja. daar wat over vertellen? Ja. Want altijd als jij hier gezellig een borreltje op hebt, dan ja. doe je nog even... Aan de bar, alle moves. Dus daar vind ik dat jij daar wel even wat over moet vertellen, natuurlijk. Ja, ik ben als jongetje zijnde, kreeg je altijd op je flikker in de Jordaan. En mijn vader had ook een kroeg in de Jordaan, een achtweezaak. zak. En toen kwam die oude thuis. En uh, nou, die leerde me alles: dat gemeene vechten, echt, straatvechten. En toen ben ik gaan boksen bij uh, Pieter Meulen. Eerst als jongetje zijn bij Bep Kneppers. Oké, okay. dat bestaat en, allemaal niet meer natuurlijk. Nee, bestaat niet meer. Bij Kneppers, nou dat was Wim Snoek en Peter O'Klaassen. Allemaal die oude goede boxers. En toen ben ik later ben ik zelf wedstrijden gaan boksen bij Pieter Meulen. Wel nog wat gewonnen? Ja, ik, uh, ik ben uh, in Trondheim geweest, heb ik gebokst met het uh, Nederlands team. En ik heb in Carré gewokst. Dus dat is wel prachtig als je kunt zeggen van... Hé, hey, ik ben in Carré ook geweest. Dus dat is wel... Ik hard. wist helemaal niet dat ze bokswedstrijden gaven vroeger in Carré. Nou, heel vroeger deden ze dat. En toen, dat is pas later gekomen. Want toen ik bokste, toen waren de wedstrijden altijd in Krasnopolski. Mm -hmm. Nou, dat zat altijd helemaal vol. Of in Frans Kati, in Denes. Wel heel leuk. En ja. uiteindelijk ben je daarmee gestopt, waarom? Nou ja, dat je ouder bent. Ik ben, toen ben ik uh, cursus gaan volgen. En ik heb namelijk nou, papieren uh, heb ik toen gehaald voor bondsleraar. Oh, Oké, okay. en dat heb je daarna gedaan? Of dat zo, heb je het... alleen de papieren gehaald en gedacht? Nou, dat nou, heb ik gedaan. Toen ging ik bij al mijn knippers gaf ik uh, les en ik gaf bij, uh, bij Pieter Meulen gaf ik uh, stootoefeningen en, en dat soort dingen. Doe ze even voor. Kom op, henk, doe ze even voor. Oh. <laughs> want je kan het nog wel. Want je doet ook wel eens hier heel enthousiast nog de push-ups. Oh ja, ik heb wel eens hier meegemaakt. Maar dan vertelde die vriend van me. Want ik ga met jongens zo'n metronand. Nou, dat kan mijn zoon zijn. En die zegt dan tegen me: hou je nou in? Maar ja, daar heb ik een borrel op. Had ik weer naar een griet gekeken. En toen kwam me een gozer van de wc af. En die zei: Hé, hey, niet aan mij, maar hij ziet. Toen had ik hem een pitje op zijn lever gegeven. <laughs> en niet zag niet zo zitten. Zit hij, Ronald? Schei jij hey, nou uit? Hou nou op. Wat het maar aan mijn over? Ja, want jij noemt eigenlijk ons allemaal, dat weten de mensen die natuurlijk kijken niet. Maar jij noemt ons eigenlijk altijd, je, mijn altijd je kleindochter. En ja. je, je kleinzoon. En je zoons. En je dochters. Ja. Doe je dat gewoon uit liefde? of? Nou. Uit liefde, kijk, ik heb vroeger in de tijd met Sjerk, uh, jouw vader, zijn vader in die tijd omgegaan. Maar die is jong overleden. Mm -hmm. En vanaf die tijd heb ik veel met Sjerk te maken gehad. En doordat mijn vader altijd gezongen heeft, mijn vader heeft met Tante Lena op de Nieuwe Dijk, uh, was hij drummer en zanger. En ik wou ook wel uh, graag drummer worden, maar ik moest een vak leren. <laughs> dus ik was 14 jaar werkte ik in de bouw als tegelzitter. Je hebt nog met mijn opa gewerkt ook, hè? Ja. Vergrijzen. Ja. ja, ja. Ja, toen had ik dus uh, dat werk en toen ben ik na het tegelen, ben ik nog uh, een jaar of twintig heb ik gestukken door. Met uh, Gerry. Met Gerry, ja. Maar ja, je, wilde ook, je hebt ook een muziekcarrière gehad. Ja. Maar komt dat dan? Is dat dan de reden dat je ons allemaal dochters en zoon noemt? Of vind je dat gewoon? Nee, omdat Jerk altijd vader zei. En ah. die andere jongen zei altijd: hé, hey, vader. En je bent ook een beetje onze Indonese vader. Zo, zo zie je Robbie van Cruijff. Ja. die hebt me een t-shirt gegeven, Vader 80. Erop laten schrijven. Met een dingetje van Ajax erbij, weet je? Want dan zit jij hier bij mij aan de bar om uh, kwart over één. Want als je denkt dat Henk vroeg naar huis gaat, dan heb je het echt verkeerd begrepen. Hij is wel tachtig, maar hij blijft gewoon zitten tot het einde. En dan brengen we je naar huis. Dan hebben we hebben allemaal de sleutels. We weten allemaal waar je woont. Dan leggen we je in bed. Dan zeggen we goede nacht en dan gaan we weg. En dan ben je altijd heel blij de volgende dag als je je in je bed legt. Ja. Ja, ja want voor hetzelfde geld leg je in de steeg. Nou. Maar wij zorgen altijd dat je naar huis gaat. Ik ben al 30.000 keer in jouw kanta, de straat, want je woont helemaal niet heel ver. Nee, 100 meter hier vandaan. Ik wil net zeggen, als mensen denken, Henk moet heel ver met de kanta, Henk woont hier eh, nou ja, 100 meter vandaan. Nou, dat doe ik ook niet meer. Als ik, dus, ik drink nu maar één keer in de week een borrel. Mm -hmm. Nou, dan ga ik wel eens naar de shows. Vrijdags bij die oude lullen, staan mm -hmm. ze te vechten van, nee, voor mij een bier, voor mij een bier. Ja. Maar ja, dan heb je de papillen op En dan heb je de smaak te pakken. En dan denk ik, ja, ik zit daar de hele week in het hok dat, dat, thuis. Ik denk, ga nog even kijken. En dat hij met, met het kant uitje. Oh, rijd ik even daar. En even naar Tiel. En even naar Café de Poort. En, uh... en dan kom je hierheen. En dan ga je aan de bar zitten. En dan ga je tegen iedereen die een bier wil bestellen zeggen, dat is mijn kleindochter. Ja. <laughs> dat doe jij. En ze nou, moet ik zeggen, nee. Weet je nog dat Ofwel... ik zo klein was? Mm. Nou, dat weet jij beter dan ik, dus dat mag je de mensen vertellen. Ja, zij was zo klein en toen was ik met haar vader, hadden we gezongen, hadden we allebei een pak, We hadden allebei hadden we een pak hadden we gehuurd bij een vriend van ons die ging trouwen. Mm -hmm. Nou, hadden we allebei hadden we een hoed op, Zerk en ik. En toen zegt Zerk, God, ik moet even andere sokken hebben. Nou, dat was wel een humor. Maar wat is nou? Ik zeg, nou, ik heb nog wel uh, een paar sokken. Maar wat blijkt het nou? Die sokken die had ik ook in de bouw gaat Dus Tjerk had een halve witte sok. Maar met, jullie hebben toen opgetreden in Meppel, toch? Ja, in Meppel hebben we ook gezongen. Heb ik een keertje of vier ben ik in Meppel geweest. Maar ik ben met Cherik uh, naar... Uh, Schaar geweest. Oh, want ik heb heel lang een foto van jullie naast mijn bed gehad. Ja. Helemaal in pak, met hoeden op. Ja. Toen waren jullie op tour met z'n tweeën. Ja, toen zong Robert Leroy, die zong er. En toen kwamen wij binnen. Nou, en aan de linkerkant zetten allemaal... Uh, ...wat dertig mensen van de... ...van de toestanden. En aan de andere kant zetten allemaal een beetje... penose. Penose. Ook leuk. Wat wij allemaal konden, dus. Dat uh... ja, was. Uh, dus zo, maar je hebt twee nummers geschreven. De laatste ronde. Die gaan we straks doen als we de podcast gaan afsluiten. Maar je hebt er nog één. Ik mis je. Kan je daar een klein stukje voor zingen? Of weet je de tekst <coughs> niet meer? De dag dat je wegging. Ik wist wel waarheen. Ik wist jij had problemen. Maar je sprak eroverheen. Waarom? Waarom zei je niet? Dan had ik het anders gedaan, maar die ander was in jouw leven. En toch, ik liet je gaan, want ik wil je en ik mis je. Waarom ging jij meteen? Nou, zo is hij. Nou, ik vind het fantastisch, ik ga even een klein klapje doen. Een klein klapje, voorheen. En hoe lang geleden heb je dit nummer uitgebracht? Dit ik heb geen idee ik denk dat het ja is wel twintig jaar geleden want je ging net 20, toevallig 50. even vertellen aan die jongens hoe dat dan werkte kan je... want wij hebben nu cds en usb-stickjes maar bij jullie vroeger ging dat anders ja wij zijn begonnen met uh, cassette dekken. ja hoe noem je dat nee floppies is het niet nee cassette-dekjes ja en wat is het nou die ging je uh, ja als je een muziekband had, dan had je zo'n uh, cassette -dekkie. Het was zo'n vierkant dingetje. Voor de mensen die, de meeste mensen weten niet wat het is. Het was een soort vierkant verkind En er zat dus leek alsof er een heel klein cd'tje in zat, wat later kwam. En dat ging dan in je geluid. Nee, dat is een minidisk. Een minidisk. Oh, ik dacht dat je het daarover nee, had. Nee, we, we zijn begonnen met. Nog ouder. Ja. ja zo uh, oud ben ik ook niet, heen. Nee, een cassette die was een beetje langwerpiger. Want ik zou je vertellen. Had je toen de tijd met het Ajax gebeuren. Mm -hmm. En toen was ik Heen Vermogen, ook een uh, mm -hmm. oud zanger, wie overleden is dan. Daar was ik veel mee. En dan gingen wij, had ik van plaatjes, allemaal van Ajax opnemen op dat cassettedekkie. Dus dan hadden we een stuk of vier nummers, wie niemand kon. En die verkochten wij voor een uurtje. Maar alle cafés <laughs> die, wouden, die wouden die cassette Dingen bij hebben. Die ze, zo dus heb je ook nog je geld verdiend. Ja. <laughs> Door verkoop van muziek. Nou, en toen ging het over. Uh, met het mini Nou, daar heb ik er nog een berg van liggen. Maar van allemaal van hele oude nummers. Dus veel nummers wie ik heb liggen. dat zingt een ander niet. Kijk, deze tegenwoordige tijd. dan kan je via het internet. voor drie gulden of voor een tientje. Kan je een muziekband kopen. Maar die liedjes wie ik heb, die kan je niet. Uh... Nee, precies, precies. Maar je hebt dus muziek gemaakt, je bent bokser geweest, maar je bent ook een echte Jordanees. Ja. Want je bent hier geboren. Je hebt je hele leven in de Jordaan gewoond. Waar ben je begonnen? Nou, ik zou je vertellen, toen mijn vader, die had dan bij tante Lena op de nieuwe dijk gewerkt. Ja. En die uh, had toen een café gekocht in de Vinkenstraat. Mm -hmm. Op dat hoekje. Ja. Maar het was een 8-2-zaak, dus van 8 tot 2 uur s'nachts. En de andere cafés tot 1 uur. Maar ja, de mensen kwamen bij ons pas om kwart voor 2 binnen, moesten we onder andere uh, sluiten. Want toen draaiden wij nog uh, plaatjes achter de bar, met platen draaien, dat mm -hmm. deed ik. Dus wat deden wij? Wij gingen om 11 uur open s avonds. En als ze de bekende kwamen, dan, dat was uh, pernozen, café-eigenaren, uh, kellners, jongens van de sport. Tikten ze tegen de en hadden we de gordijnen dicht. En dan draaiden we door tot morgens een uur of uh, vijf. Nee, je hebt helemaal gelijk, maar dat kan nu natuurlijk niet meer in die orde. Nee, maar je mag deze tegenwoordige tijd mag je helemaal niks meer. Is dat zoveel verschillend van wat het vroeger was? Heel erg. Vind je dat erg? Ja, heel erg. Waarom vind je dat zo erg? Ik kan je een voorbeeld geven. Als je. Ik ga niet zo mal veel meer weg. Maar als ik dan hier kom. En je komt dan bijvoorbeeld op een zondagavond. Dan tref je nog wel eens mensen van mijn. Uh, zondagavond is vast een Jordaanese avond. Ja, van mijn slag. Ja. Dan heb je een gesprek en dan is het niet zo druk. Kijk. Wat je in het weekend treft, ja, als ik dan hier binnenval, dat is gewoon dat je drank in je lichaam hebt. Uh -huh. Want dan wil je nog niet naar huis en dan ben je weer nieuwsgierig over nog wat is. Nou ja, en dan, voor mij is er dan toch geen klote meer aan. Nee. Maar in de Jordaan zelf, want dat is alleen in Café 0. Maar de Jordaan zelf, de, de nieuwe juppen, de oude Jordanees, nou, de verandering de, van de buurt. kan ik je vertellen. Afgelopen zaterdag... Dat is dan één keer in de week dat ik wegga, ben ik even naar de Rijk met het karretje de Linde Gracht op. Oh. En dan zie ik bij het café Kat in de Wijngaard. zie ik een man. Dat is een zanger, maar hij is ook goochelaar erbij. Dat doet Nico. Die. die Nico. Nico was hier zaterdag namelijk. Ja. En die heeft zo'n klein apparatuurtje. Waar ik vroeger mee ben begonnen. Als bij een microfoon op aan kon slaan, weet je wel. En ik denk nou gezellig. En dan kom je nog diverse... Echte enkele tijden. oude bekende tegen. Ja, dan zit je even lekker. En dan gaan hier wat vrouwen van wie in het zwanenkoren... Ja, ja, ja. Die ging zitten en die vrouw zegt... kom, ga jij even zingen? Nou ja, heb ik toch nog even drie liedjes gezongen daar. Maar vind je het dan ook vervelend dat dat over het algemeen minder gebeurt? Vind je de Jordaan nu minder leuk dan vroeger? Denk ik niet, want ik woon er. Ja. <laughs> echt, dat komt eigenlijk meer. An, ja, het, het is een andere tijd. Wij hadden meer op straat. Dus nu heb je tegenwoordig. Uh, als ik werd geflikt. Had, of ik werd brutaal tegen de buren geweest. Mm -hmm. Toen kwam ik de week de straat niet op. Ja. Of twee dagen. Of je krijgt een klap voor je nee, reet. Of je krijgt een klap. Als ze nou de kinderen een klap geven, dan gaan ze zeggen. Oh, hier heb je een telefoonnummer. Bel maar even, dat is nog niet normaal. Want je woont ook tegenover de speeltuin. Ik woon wel tegenover de speeltuin. Dus je ziet het allemaal gebeuren, de kinderen ja. van tegenwoordig. Ja, ik heb in de speeltuin voor je... heb ik nog gevoetbald. Ik ben nog coach geweest van een, van een, van een café. En uh, ja, nu nou woon ik er aan de overkant. Wel gezellig, maar En de Vroeger kwam iedereen. Ja, vroeger kwam iedereen. Ik kwam er vroeger ook. Dat hebben we allemaal gedaan. Van jij of ik, elke generatie heb in de Noorden speelt en in de Jordaan gezeten. Van kind tot uh, dat je gaat puberen je stiekem met je vriendjes een sigaretje zit te roken. Dat hebben we allemaal gedaan. Maar de opvoeding uh, die de mensen in de Jordaan nu meekrijgen en vroeger, vind je dat vervelend? Wat vind je dat daar anders aan zou moeten zijn? Want je zegt net, vroeger kreeg je een klap voor je kont. en nu krijg je die niet meer. Ben je het daarmee eens? Nee. Ja, dat je vroeger een klap voor je reet kreeg? Ja, ja, natuurlijk. Ja, je vond het niet lekker natuurlijk. <laughs> nee, maar het werkte wel. Ja, het werkte wel, ja. ja. Ik, als ik vroeger op straat ging. en ik zeg maar wat joken. Weet je wel van uh, Netel, van Tiel? Ja. We waren op de camping of ik was op straat. en ik deed wat. en joken zei tegen mij. Uh, en ik ging daar naar huis en zei je ook was boos op, maar zei, mijn moeder zal het wel verdiend hebben. Maar nu wordt iedereen uh, helemaal boos als je dat doet tegen een ander kind. Dus dat is natuurlijk wel verandering in die Jordaan ook. Maar heel veel mensen hebben het over de juppen. En dat de juppen heel vervelend zijn in die Jordaan. Vind jij dat ook? Want volgens mij heb jij, ben jij een van de weinige Jordanezen die dat niet zo ervaart? Want jij bent heel sociaal. Je bent altijd heel gezellig. Je hebt een hele goede band met je buren. In corona kwamen je buren je ook altijd eten brengen. Dat is nu nog. Maar dat zijn geen Jordanezen. Toch? Nee. Nee, de, die, de buren van het, die man het eten brengen. Die man is 99, 89. Oh. Hé, Frans. Die heb ook van alles. Ik zeg al, beëren weer. Ik zeg al, morgen meer niet. Want dan komen ze me zoveel brengen. En die vrouw is 85. Oh, dus die zijn ouder dan jij? Ja. Ik dacht dat je gewoon nieuwe, jonge buren bij je boven nee, wonen. Op één oog woont een Surinaamse jongen. Nou, eh, gewoon een schat van een gozer. Want toen hij pas kwam wonen, hadden we wel rekening mee dat we hier muziek hebben, bij lachen. Nou, en ik, eh, ik heb altijd katten gehad in mijn leven. Ja, weet nou, ik. Dat de, 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 weet iedereen wel. En die heette Blakey. Maar ja, als ik wel eens in de kroeg zet en er zit een Suriname, dan zeg ik, hé hey, Blakey. Nou, de meesten zetten te lachen, maar je had ze er ook wel bij, die waren beledigd. En dan zei ik tegen hem, moet je luisteren jongen, ik heb een kat die heet Blikkie. En daar hou ik heel, heel veel van. Ken je nagenoeg over wie je denkt. Ja, precies. Zo Want je bedoelt ik... het helemaal niet, gemeen. Nou, en deze jongen die er nou woont, die is met vakantie. En uh, nou, ik moest even wat, uh, wat voor hem doen. Dat hij me belde. En, uh, maar die doet ook alles voor mij. Want zelfs nu heb ik weer last van mijn gal, toen de tijd. Had. Nee, hij had die ziekenauto gebeld. Zet hij even gaan met de taxi. Dan ging hij met mij naar het ziekenhuis. Dus niet alle juppers zijn slecht? Nee, niet. Nee toch? Nee. nee ik niet. vind dat ook niet. Ik heb in de meeste gevallen mensen zeggen: je gedag omdat ze hier de bovenste boven toon hebben gehoord natuurlijk. Yeah. Als ik hier ben. En zijn er mensen van hier, hé hey hoe gaat het? Of, uh... Ja, maar dat komt omdat je ook wel met alcohol op best wel een indruk maakt. Ja, ja. Want ja. kijk, ik zeg nu uh, Henk den Oude, wel, maar wij hebben een bijnaam voor jou. Hoe noemen we jou? Blauwe. De Blauwe. En waarom? Nou, mijn vader die noemde ze vroeger <laughs> die Blauwe. En die heeft ook wel een aardig kleurtje. <laughs> ja, eigenlijk is het omdat je altijd blauw bent. Oftewel, een nou, lekker nee, op je hebt. Het is via, via mijn vader en de blauwe... Dus je en... vader was altijd dronken. Nou, <laughs> ja. die, die lust lussen er ook wel wat van. <laughs> Precies. Mijn moeder zei wel eens van ze die dronken zijn. Je had het net even over dat je altijd feesten geeft bij jou thuis. En dat we zingen en ja. dingen. Kan je, want ik ben daar al heel vaak bij geweest. Ja. Maar ik, ik ga je vertellen. Uh, in de coronatijd. Nou, dat was een hele mooie tijd voor ons. Ja, voor ons wel, ja. Het was, het was bij mij uh, helemaal vol. In de kamer. Weet allemaal... je nog dat de politie kwam? Dat we allemaal onder je bed gingen verstoppen en allemaal in je tuin? Oh, ja. Dat is gezellig. Bij die vervliet, die heb wel uh, met een uh, dingetje. Te spelen. Nou, heel hoop jongens. Uh, omdat ik geluid thuis heb, dan deed ik de ramen open. En dan uh, zitten we voor de deur. Lekker met een drankje. En met Koningsdag uh, stond ook een paar honderd mensen bij mij voor de deur. Ja, want ik zal even snel een beetje uitleg geven voor de mensen die, niet, die denken, wat hebben jullie dan allemaal met Blauwe Henk thuis gedaan? Wat je doet, je loopt de straat in, je tikt even op het raam. Dan gaat het gordijntje open. Dan ga je via achter de woonkamer in. Dan heb je een hele mooie leren witte banken. Altijd koud aan je kont, totdat je er heel lang zit, dan plak je vast. En dan ga je met z'n allen zitten. Heb je een hele oude laptop staan, je geluid, kunnen we karaoke. En dan mag iedereen zingen. En een beetje slapouwe hoeren drinken altijd een bakootje. En dan is het gezellig. En dat is wat we doen, toch? Ja, een echte Jordanese woonkamer eigenlijk. En, uh, en ik blijf altijd zitten. Ja. Ik zeg altijd, uh, jullie bekijken het maar. Dus wie bij mij thuis zijn, die lopen zelf naar de keuken. Die pakken zelf hun ijs en zelf hun drankje. Uh, oh, Ik denk, ik ga nog niet nog eens een keertje lopen slepen. Dat moet je ook zeker niet doen, want we staan allemaal bij jou thuis. En jij bent de oudste van ons allemaal, dus ja. wij pakken jou drinken. Ja. Dan heb je ook nog thuis stoelen voor buiten. Want je hebt een invalide voor in de deur. We de, staan in de gang, ja. Daar zitten we ook wel eens met lekker weer voor de deur. Dat is ongeveer hetzelfde settings idee. Maar dan buiten. Dus dan gaan we met z'n allen bij voor de deur. Ja. En met Koningsdag heb jij je eigen evenement. Want dan gooi je je ramen open. Want die kennen bij jou helemaal open. Je bent de enige in die ordaan een soort openslag klapdeuren hebt, Maar dan van ramen. Ja. Dan ga je in je ramen staan en dan ga je zingen. En uh, hoe is dat ontstaan? Gewoon uit gezelligheid en uiteindelijk kwam iedereen voor de deur staan. Ja, doordat je het gelaat hebt, want je gaat niet uh, je gelaat in, in een box zetten. Nee. Dan gaat het naar zijn moer. Ja. Dus ik denk, nou, ik heb wel een paar plekjes in de kamer gezocht. Hier het gelaat, daar een box. En een box achter de televisie. Nou, en ik heb dus doordat je veel jongens kent, want vijf jaar geleden mm -hmm. hebben vrienden van me. In de Westpoort had ik 120 man. Ik weet het nog. hebben ze gedaan. En ik Toen had werd je 75 toch? 75, ja. ja. Had, ik wel, uh, had ik wel tien zangers. En allemaal gratis, al die jongens. Hoor. Zoals Barry van Vliet. En nou, noem maar op. Uh, allemaal uh, bekende jongens. En ik ken een hele hoop. Ik heb uh, in Nijkerk in één programma gestaan met, uh, met Walter Kroes. Uh, nou, heel veel mensen. Heel, heel veel mensen in die dingen. Dus ik heb ook heel veel mensen ontmoet. Met Bolle Jensen vader heb ik zitten kaarten in café Jordaantje altijd vroeger. Ja, en jij hebt natuurlijk even een wat serieuzere nood. Uh, best wel een zwaar jaar gehad. Want okay, je bent tachtig geworden, maar je bent natuurlijk je grote vriendin verloren dit jaar. Ja, ja, ja. ja. Kan je daar iets over vertellen? Want dat was voor jou, ik weet dat jij daar heel veel tijgoed, dat was je liefde. Ik heb, uh, ik heb er een hele hoop in mijn leven gehad. Ook een hele hoop uh, verpest natuurlijk, door de drang. Maar die uh, vrouw, die laatste vrouw waar ik mee omging, uh, we konden niet samenleven. Want we woonden in mijn huis in Westerst. Toen gingen we naar de Palmstraat. En toen, euh, nou, toen heb ik euh, een samenlevingscontract met haar gedaan. Mm -hmm. ja, en dan ga je wel samen wonen. Yeah. Want normaal als ik moest zingen of ik ging op stap, sliep zij gewoon in haar eigen huis. Maar later, ze zei, die dat gaat niet. Ze zegt, ik ga wel weg, blijf jij lekker zitten hier met Blakie, met die kat. Ja, <laughs> dat hadden we toen al. Nou, en toen is zij naar de Gaboomstraat gegaan. Mm -hmm. En toen hadden we evengoed nog uh, heel veel contact. Ik had de sleutels van de huis. Want jij zei, dat was mijn grote liefde. Ze ja, werd op een gegeven moment ziek. Ja. In een, ik, werd, uh, ik werd toen door mijn zwager gebeld. En die zei, uh, ja, Friede voelde het niet lekker. De dokter was ook geweest. Ga jij even kijken. Nou, wat, ik, wat ik niet begrijp, maar ja. En, uh, en ik ga er naartoe. En ik kom er in de kamer en leg ze dood in bed. Dus uh, dat maar heb je ik. Was je wel ge geschrokken heel erg? He? Ja. Want je was hier naartoe gekomen ook. Oh, ja, ja. Dat je heel verdrietig was, dat je heel erg was geschrokken. Ja, dat ben ik. Daar. Uh, ja, ik heb nou nog uh, elke avond als ik in bed ga, nou, vriend wil rusten. Nou, en dan doe je even een paar kaartjes en. en uh. Je hebt ook gezongen op de begrafenis. Ja. Dat weet ik ook. Dat heb ik gezien, dat was prachtig. Ja, ik zeg dat wij wil ik. ik zeg, want ik heb, er uh, dus een lied dat mijn vader altijd zong. Dat is uh, Vallende Bladeren. Dat is het Frans, Lafayette en Martin. En uh, toen mijn moeder doodging, heb ik mijn vader, die had ik ook op zo'n mini Die <laughs> je vader staan, op een mini Heb had ik overgenomen. Mm -hmm. En heb daar hebben ze dat dan gezongen. En nou bij, uh, bij Frida heb ik het zelf gedaan. Heb je heel veel last gehad van het feit dat jij haar hebt gevonden? Of heb je zoiets waar ik ben wel blij dat ik haar heb gevonden? Nee, ik heb, ik heb er wel last van gehad. Ja, toch wel nog op zo'n oude leeftijd? Ja, ja, heel erg verdrietig erover. Ja, dat snap ik. Want je bent uiteindelijk, denk ik wel 15 jaar. Nou, misschien wel langer met Frida nee, geweest. Uh, Behalve dat je daar niet samen woonde, want dan kreeg je nee, dan een ruzie. Nee, zeg maar gewoon dat we een jaar of 22 met elkaar waren. Ja, hier kan je nagaan. Oh. Ja. Maar ze ging ook altijd eten bij je brengen. En jij ging altijd eten bij haar brengen. Want dat weet ik, kwam ik tegen en zei: Ga je naartoe? Ik moet naar Tante Frida. Ik ga eten brengen bij mijn meisje, Ga je ook altijd ja, ga maar naar Ja, maar er waren mensen boven eten, zoveel. En, <laughs> en, en zij hield wel van Zugo. En dan bracht ik haar weer uh, eten. Ja. Ach ja dat, uh, ja, dat is wel een gemis geweest. En nog natuurlijk, want als je hier aan de bar zit, dan wil je er ook altijd verdrietig nou van. Heb ik, nou heb ik zelf altijd wel. Kijk, ik woon nou alleen. Ja. Nou heb ik, uh, komt er eentje van Cordaan één keer in de week. Mm -hmm. Nou, die uh, gaat het bed uh, verschonen en even stofzuigen. Maar voor de rest hou ik het zelf bij. Maar want je ten... hebt verder geen hulp nodig, toch? Je hebt niet, niet echt hulp nog steeds op je tachtigste. Want je doet alles alleen. Ja, maar dan heb je wel eens, als ik de bed op zit te maken, ik denk, pff, ik ben verlamd. Maar nou, door die, <laughs> door die tabletjes ja. heb je meer lucht. lucht. Dan heb je meer lucht. Dus, maar de andere dingen, dat kan, je, dat kan ik zelf wel allemaal. Okay, Omdat ik het voor die tijd allemaal gedaan heb. Nou, precies. En um, als je nou mag kiezen, hoe oud wil je dan worden, Henk? Want als ik het mijn opa vraag, die zegt: Ik ben er helemaal klaar mee. Ik vind het niet meer leuk. Nou ik ja, zit zeg maar nee, alleen thuis. Zegt hij het ongeveer hetzelfde als ik? Ja, vind je het niet meer leuk. Nee, maar ja, je wilt niet dood. Je bent er eerder Pages voor. Ja, ben je er bang voor. Ja. En. Ja, je hebt niet meer van, een uh, aantal jaren terug, had je meer van, oh vrijdag, nou, we gaan een keltje drinken, of zaterdag. Ik heb dat niet zo meer. Je hebt niet echt meer doelen? Nee, nee. Nee, want je gaat niet meer trouwen. Je, je krijgt geen nieuwe vriendin, misschien dus wel. Maar in principe is het een beetje klaar, als je tachtig bent. Ja. Maar volgens mij heb jij het nog steeds heel erg naar je ik zin. Ik ben blij dat ik het wel gered heb. Ja. Nou ja, we zijn al, de onkruid vergaat niet, hè Henk? Ja, en je mag dit niet en je moet daarmee uitkijken en daarmee uitkijken. Maar ja, roken doe ik nog wel. Ja, roken doe je nog en drinken doe je ja, nog. Ja, want dan ga ik weer. Ik denk, ach, dan heb ik geen sigaretten. Zoals nou die winkels niet meer bij, bij die Albert Heijn en die anderen kennen. Dan denk ik, oh, hier aan de overkant is een sigarenwinkel. En verhalen. Straks, ik moest toch hierheen. Ik denk straks wel even halen, dan heb ik... Uh... Dan heb je gelijk. Nou, als je het nou nog twee jaar hebt, dan kun je optreden op het 60-jarig bestaan. Want op 50-jarig bestaan heb je niet opgetreden. Nee, nee. Nee, was je kwaad over ook. Was ik ook kwaad over. <laughs> ja. weet, je, weet je waarom? Nou. Ik heb alle respect voor alle zangers. Mm -hmm. Maar ik heb, ik heb jongens uh, horen zingen. Zingen ze dat, dat soort repertoire wat ik zing... Maar dat past niet bij hun. Nee. Niet dat ik zeg dat ze niet kunnen zingen, maar dat past niet bij hun. Oké, okay, nou, ik beloof jou nu, zwart op wit, op camera. Mijn moeder gaat me slaan. Maar ik ga het toch doen dat als het 60-jarig bestaan komt, dat jij een stuk mag zingen van mij. Ja, en wat? nu moeten we. Hoor je die... je? Ja, nee, komt goed, Henk. Komt goed. Ik ga dat regelen. Ik hoor heel hard boing. Ja. Dat is bij ons een shotje. Maar jij houdt helemaal niet van shotjes, dat weet ik. Of wil je een shotje? Ja, geef hem maar in. Oh, ga je meedoen? Wat wil je drinken? Wat voor shotje wil je? Drop. Oh, drop? Ik ga pakken voor je, Henk. Kijk eens, het shotje Samari. Dit blijft zo in je kleren zitten. Je moet uitkijken, hoor, Henk. Ja, okay. Want je hebt een wit shirt aan. Ja, ik heb er nog meer. Maar nou, we kennen het Amstelveeltje eronder houden. Nou nee, je wens, bros. Broos, broos. Roosje je ook met mij of uh, alleen maar met het team? Nee. Nee. <laughs> ik had ook een bakootje voor je ingeschonken, maar ik denk ja, misschien een beetje te vroeg voor je, maar toch voor de vibe. Maar je hebt het bij je fand uit je gehouden, dus dat is ook helemaal prima. Want jij drinkt een bakootje met een flesje cola en dan wil je er altijd een beetje bako bij en dan uiteindelijk een ja, beetje cola dat... en uiteindelijk kan je er doorheen kijken. Ja, dat is wel wat het is. Nou, ik neem altijd, uh, als ik een bakker neem, dan schink ik voor de helft in. En de halve flesje laat ik staan. En dan denk ik, nou, ga mij nog maar een bakker En dan heb ik nog een halve, hoef ik niet elke keer een dubbele te nemen. Nee. Het is wel schattig dat Henk ongeveer de enige podcastgast is... die de hele tijd tegen het team praat, in plaats van tegen mij. Dat is oh, op dat zich is ook gezellig. wel gezellig. Jullie denken dat het hier allemaal olie de machine is, maar dat is niet zo. Er zitten hier allemaal mensen achter en Henk praat liever met hun dan met mij. Ik heb uh, vanmiddag op... Instagram, dat zegt jou helemaal niks. Een vraag gesteld aan de mensen die naar de podcast kijken: van wat moet ik aan Blauwe Henk vragen? En hebben mensen een aantal vragen opgeschreven en die ga ik even aan jou stellen. Wat is een echt Jordanees recept qua eten? Ja, Suiko. Of Anna Heavy. Ja, maar dat is gewoon Nederlands eten. Maar Jordanees eten? Ja, ik zou het ook niet weten hoor trouwens. Wat bedoel je? Dat ja, weet ik veel. Dat vraagt iemand. Ik weet het ook niet. Haché? Haché. Haché. Nou, dat is toch het hetzelfde? Hè? Ja, ja, precies. Oké. Okay. Uh, wat zou jij graag van de oude tijd van de Jordaan terughalen naar de nieuwe tijd? Dus wat zou je willen dat terugkwam? Want vroeger wel was en nou niet meer. Ja, als ik het. Voor mezelf kan ik het niet zeggen, natuurlijk. Waarom niet? Er, is, er kan toch iets zijn wat jij vroeger oh, aan de ja. heel leuk vond maar nou, dat nou niet meer is? Oh ja. Nou, meer menselijkheid. De mensen wat meer lucht geven. Dat je, dat je uh, zoals wil het willen op de terrassen, dat iemand niet mag roken. Iedereen moet voor zijn eigen weten of hij wil of niet gaat roken. Ik zeg, ik rook wel, maar ik zeg niet dat het goed is het roken. Maar laat iemand in zijn waarde. Je mag al in de kroeg, je mag niet meer, ze willen alles verpesten. Je mag niets meer van die maatschappij. Dus die regels moeten oprotten? Die regels moeten oprotten, ja. Ja, dat vind ik een goeie. Nou, dat is eigenlijk mijn tweede antwoord al beantwoord. Want iemand zegt, wat moet de gemeente doen aan de jup? Maar je hebt al gezegd oprotten. Maar jij bent gek op juppen, want die brengen jou eten. Nee, dat zijn geen jubbelen die brengen, <laughs> zijn jordanezen. <laughs> toch wel. Nou, dat was vroeger ook. Ja. Uh, ik heb ook wel eens één een buur gehad, die had commentaar van de muziek. En die mensen die mij naar eten brengen van 89. Henkie, kan je niet, kan je niet even harder? Hebben die zin. vindt het gezellig. Maar die andere is weggegaan toch ook, die buurman? Want die ja, weet die echt... is doodgegaan. Ja, daar was jij heel blij mee weet ik nog, <laughs> mogen niet zeggen. Oké, okay, iemand vraagt: wat vind jij het leukste aan Lisa? Dat ben nou, ik. Oh, geen moer. Wel, wel. <laughs> wel, wel. Allee. Nou, ze is knap, ze is openlijk, ze zegt alles en altijd vriendelijk. Ik ben altijd lief tegen jou, toch? Ja, en altijd vriendelijk. Ik ben altijd lief tegen jou. Nou, dat is toch vrij. Ik ben knap, ik ben vriendelijk en ik ben heel open. Maar ik heb met jou wel een andere band dan met andere mensen. Dat waren trouwens de vragen. Zo. Toch? Wij zijn toch een beetje familie? Ja. Toen ja. ik hoorde dat je ziek was, was ik helemaal in de stress. En met je verjaardag kon ik niet. Maar mijn vader had me wel geappt van Henk is jarig. Maar ja, veel te laat natuurlijk. Ik was alweer helemaal in, uh, in de war. Ik was alweer druk en uh, van alles aan het doen. Maar dan gaan we hem afsluiten, Henk. Dan wil ik ja. je heel erg bedanken voor het prachtige gesprek. Nou, graag gedaan. Voor iedereen die het leuk vond, volg ons even op de socials. In ieder geval, doe alles wat je moet doen. Ga naar de website voor de hoodies die je die ik vandaag niet heb laten zien. Heel erg bedankt. En dan wil ik graag dat jij je afsluitnummer voor mij gaat zingen. Maar ga ik wel mijn belletje erbij pakken, Henk? Oh, oh, oh. En ik heb ook nog wat voor je. Wacht, laten we dat eerst even doen. Ik heb nog wat voor je. Een tas van de podcast. Hier zitten allemaal leuke dingen in, maar ik zou zeggen, ga lekker thuis kijken. Want anders dan wordt het hier een rommel. Yeah. Er zit een fles wijn in. Ik laat het je wel even zien. Een fles wijn. Een t-shirt van Café Nol. Een viltje van de Amstel. Kijk hoor, een bonnenboekje met allerlei leuke dingen die je kan doen in de Jordaan. Die je toch niet gaat gebruiken, want dat weet ik nou. Maar dit is van jou, als bedankje dat je mee hebt gedaan Dank. aan de podcast. Dankjewel. Alsjeblieft. En nou wil ik dat je even gaat zingen. Ik heb er zin in. Ja, daar gaat de bel, toch? Yeah. Ga maar door. Ja, daar gaat de bel voor de laatste ronde. Het is al weer zo ver, het is toch gevig zonde. Zo zit je gezellig op je kruk en je denkt deze dag kan niet meer stuk. Dan komt weer de bel voor de laatste, laatste ronde. ronde. Dank je wel, Henk. Ik vond het heel erg gezellig. Doei allemaal. Tot de volgende keer. Doeg!